Marie en ik ga jullie laten zien hoe het is om pedagogische wetenschappen te studeren aan de KU Leuven. Kom maar mee. In het eerste jaar van de opleiding begin je met een brede basis aan vakken, zoals bijvoorbeeld algemene psychologie, filosofie of sociologie, maar ook al met wat specifiekere vakken, zoals gezinspedagogiek of levenslang leren en gelijke kansen. Naarmate de opleiding dan vordert, krijg je steeds meer opleidingsspecifieke vakken toegekend. Pedagogen kijken naar opvoeding, onderwijs, vorming en opleiding. Dat kan gaan bijvoorbeeld over wat is vandaag de dag een goede kinderopvang. Of hoe kunnen we kinderen met autisme toch naar een gewone school sturen. In de bacheloropleiding maak je kennis met de hele breedte van de pedagogiek. En dat van het beleid tot en met de praktijk. We kijken naar wat onderzoek zegt over wat werkt. Maar we gaan ook nadenken over hoe onderwijs en opvoeding en eigenlijk de hele samenleving van de toekomst er zou kunnen uitzien. En dat proberen we te onderbouwen vanuit filosofische inzichten. Verder is er binnen de opleiding ook zeker aandacht voor praktijkervaring. Hier in Praxis P leren studenten die kiezen voor de master orthopedagogiek bijvoorbeeld hoe ze juist moeten observeren of hoe dat ze moeten omgaan met gezinnen en bepaalde problematieken. In onze opleiding steek je ook direct de handen uit de mouwen. In de bachelorproef ga je bijvoorbeeld werken aan de oplossing voor een probleem van een bedrijf, een organisatie, een school. Zo hebben de stadsdiensten van de stad Leuven aan ons gevraagd om voor hun onderwijs leertrajecten uit te tekenen. En onze groep van studenten werkt aan een oplossing voor de stad Leuven. Ik heb als student pedagogische wetenschappen ook echt een beter beeld gekregen over mens en maatschappij. Je begint na de les zelf na te denken over fenomenen die te maken hebben met opvoeding, vorming, onderwijs en eigenlijk nog zoveel meer. Onze pedagogen zwermen eigenlijk uit over de hele samenleving. Denk aan opvoedingsadvies geven in het huis van het kind. Of leraren opleiden. Of een school en een gezin gaan helpen wanneer er een kind is met een gedragsstoornis. Een bedrijfsopleiding gaan uittekenen of buurtactiviteiten gaan opzetten in een wijk waar er allerhande problematieken samenkomen. Naast de studierichting zelf is Leuven natuurlijk ook gewoon een super fijne studentenstad waar veel te beleven valt. Zo organiseert de pedagogische kring bijvoorbeeld verschillende activiteiten zoals kantussen, spelletjesavond, uitstapjes en eigenlijk zoveel meer. Ben je nieuwsgierig geworden naar deze studierichting? Kijk dan zeker even op de website.